Deze beschouwing die gaat over communisme, socialisme, fascisme, coöperatisme en andere zegeningen. <laughs> en ik heb er dus een kopje thee bij, dus uh, maak je tieten maar nat. Het gaat een uurtje duren. Ja, met een pot thee hou ik het wel even vol het is nu een uh, zondagochtend, kwart voor acht. En ik heb lekker vrij vandaag. Goed geslapen, dus uh, ook dat belooft weer wat. Oh ja, en voordat ik ga beginnen, even heel kort reclame maken voor mijn kanaal. Komt ie Reclame voor het kanaal van Periwinkel. Nou, oh, dat was het dan. <laughs> Nee, ik zou het leuk vinden als je... een like doet. Vind ik leuk. Een reactie vind ik leuk. En je mag ook... Uh, uh, ...klagen. Vind ik ook leuk. Ja, dat is gek, hè? Maar vind ik ook leuk, hoor. Als je kritiek hebt, dan denk je, ...nou, Perry, dit, dit kan je echt niet maken, jongen. Dit kan niet. Want laatst iemand... Een, ...die... Uh, ...die had mij betrapt... ...op een fout. Die heette XXX. XX, XX, een beetje een moeilijke naam. XXX, Spaansie XXX, zo heet hij. Het kanaal van hem. Lijkt me wel een aardige gozer hoor. En daar had ik iets verkeerds gezegd over de aanleiding van Amerika om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog. Dat was niet zozeer de Lusitania, dat incident. Maar nou, dat was een, iets anders. Moet je maar lekker gaan kijken bij mijn nieuwsuitzendingen van de laatste tijd. vind je wel de reactie van hem? Hij is een beetje flauw. Nou, ik zal hem even erbij pakken. Dat is wel een heel lang reclameblok, zeg. Jeetje. Maar ik vind het wel leuk als ik een reactie krijg. Deze vent die, uh, heeft zelf ook een fatsoenlijk kanaal, moet ik zeggen. Dit is een abonnee bij mij en ik ben abonnee bij hem. Waar staat hij? Ja, dat is de, op beschouwing. Oh, over 11 september. Beschouwing 1, 3, 4. Op 11 september 2019, over 11 september 2001. Ja, die zou ik toch zonder meer even gaan bekijken. Dat is een hele goede beschouwing. Veel historische feiten. En er zit dus een foutje in. En het heeft XXX, Spaansie, XXX, heeft die fout eruit gehaald en gecorrigeerd. Die zat er dus onder. En het gaat om het zogenaamde Zimmerman-telegram. En Zimmerman, dat is die uh, familie van uh, Bob Dylan. Bob Dylan heet eigenlijk. Ja, dat zie ik nou pas. Die heet Robert Zimmerman. Ja, precies. ja. Hij heeft er wel een punt. Ja, anyway. Uh, dit was genoeg reclame. Dat vind ik hartstikke leuk. En liken vind ik leuk. En disliken vind ik helemaal niet leuk. Vooral niet als je alleen maar dislikt en niet zegt waarom. Daar snap ik dan helemaal niks van. Als je het echt niet leuk vindt, moet je niet kijken. Moet het gewoon uitdoen. Ga je gewoon, uh, doe je YouTube, doe je rare gekke kattenfilmpjes. Enter. Uh, je krijgt er genoeg. Zie je katten en die spelen met een balletje. Kan je uren naar kijken. En lachen natuurlijk. Nou, dan terug naar het onderwerp van vandaag: dus uh, communisme, socialisme, fascisme, corporatisme en andere zegeningen. Bij welke van de vier krijgen jullie een leuk, warm, positief gevoel? Bij allemaal? Dan hoor jij bij de club. Want er zijn mensen op deze wereld en die vinden die vier begrippen geweldig en de een is dan meer uh, communisme en de ander is meer socialisme, zo je hebt een beetje smakenverschillen. dus iemand als uh, Hillary Clinton, die is meer voor, uh, denk ja, communisme is zij ja. en Bill Clinton ook. en fascisme, maar dat heb je tegenwoordig niet echt meer hè. Het is een beetje uit de ja, uit picture, buiten beeld. Maar dat, dat zegt niks hoor, dat, dat komt zo weer terug. En co dat staat voor het samengaan van de staat en het bedrijfsleven. En je zou kunnen zeggen dat je dat in Nederland hebt. Want in Nederland is dat zo. Ik weet nog toen ik studeerde en we waren op excursie in België. Nee, 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 nee. In Nederland was dat. En we waren in het botlekgebied waar die chemische industrie zit. En dan kregen wij smorgens een lezing over de emissie, de uitstoot van, van vinylchloride. Een plastic, dat is polyvinylchloride. Dus dan heb je poly betekent heel veel. PVC. Maar daarvoor gebruik je als grondstof vinylchloride. En bij de productie van PVC komt die vinylchloride vrij en dat, daar moet je niet overdrijven, dus daar zijn normen aangesteld door de Nederlandse staat. En wij kregen een grafiek te zien waarin je kon zien dat de norm voor de vinylchloride-emissie, de toegestane emissie, die is met de jaren aangescherpt en de koninklijke shell heeft zich keurig gehouden aan die norm. En tijdens de lunch zei ik dus tegen iemand van de shell van, nou, dat hebben jullie mooi gedaan. En die man die ging zo lachen. Ja, zei hij, waar denk je dat die norm vandaan komt? En ik dacht, wat bedoelt hij nou? Hè? Ik zei, nou, ik snap niet wat je bedoelt. Ja, zei hij. Ja, wij als Koninklijk Shell, wij concurreren tegen andere chemische bedrijven. En wij verzinnen dan dat we minder uh, vinylchloride en <laughs> is maar een leuk verhaal. Dat ze we erachter gekomen om de vinylchloride-emissie terug te brengen. Dat is natuurlijk altijd handig, want vinylchloride is een grondstof en die koop je in en het is niet de bedoeling dat die door dat pijp naar buiten gaat. Hè? Dus dan had dus de Shell een, een verbetering gevonden in hun bedrijfsproces. En dan ging de emissie van, van die ging omlaag. En dan gingen ze gelijk naar Den Haag toe. En dan vroegen ze daarom de verlaging van de norm. Zodat een concurrent. Ja, noemen ze een concurrent van de Shell. Ik, ik moet ze kunnen weten. Je hebt die Amerikaanse firma. Die zit in Zeeland ook. Die zit in Zeeland, moet ik zeggen. Weet je ook weer. Ja, maakt niet uit. Was het was de Shell die de norm bepaalde. Den Haag kan wel komen met een of andere milieunorm, als de Shell zegt van, nou nah, sorry, maar dat gaan we niet doen. Ja, het is de koninklijke Shell, snap je. Het is niet de Shell van de groenteboer. Dat is de eenheid tussen de staat en het bedrijfsleven. Dat is corporatisme. Ja, ben je daarvoor? Nou, de, de meeste mensen zijn ervoor. Dat, en ik denk, de meeste mensen. Een heel klein deel van de mensen, 1% of zo, die is daarvoor. En die hebben daar een hele goede reden voor. Want zij spinnen daar goed garen bij. Zij zijn van de club die erachter zit. En of het nou communisme wordt of corporatisme, of, dat zijn uiteindelijk alleen maar smaakjes, variaties op het centrale thema. En het centrale thema is dat de 1% uh, die zitten in ja, mooie gebouwen, kastelen, landerijen, privévliegtuigen, vijf uh, vakantiewoningen, je kent het wel, van die grote verbruikers zoals Al Gore. Zo'n El Gore die dan tegen ons roept van, ja, zo'n uh, eensgezinswoning, uh, ik vind het maar, uh, ja, dat is wel een hele grote voetafdruk die je dan hebt. Dus uh, we kunnen er niet twee gezinnen in, uh, wat we nu een eengezinswoning uh, noemen. Gewoon een stapelbedden. Ja, en meneer El Gore die heeft, uh, ik weet niet hoeveel, van die mansions. En die, die koopt die rustig zo'n mansion uh, aan het strand. Vlak bij de stijgende zeespiegel. Maar kennelijk de zeespiegel daar. daar maakt Al Gore zich niet zo'n zorgen over. Nee, die maakt zich zorgen over het stijgen van de zeespiegel hier in Nederland. Want de mensen in Amersfoort. die moeten zandzakken voor de deur gaan leggen. En kijk, dus die club. die 1% die dan de boel eronder houdt. Ja, die is heel erg overtuigd van deze vier begrippen. Die beschouwen het echt als een zegening. En de rest van de mensheid. Heb je ook nog zo'n 1%, nou, nee, minder ongeveer 1 promiel of 0,1 Promiel, of zoiets. Dat is aan mijn groep. En die vinden het helemaal niks. Die is er apert op tegen. Die vindt het verschrikkelijk. Die maken er grapjes over, want ja, je kan toch moeilijk bommen gaan gooien. Dat komt zo lullig over. Het staat niet leuk op een verjaardag. Wat heb jij er gedaan van de week? Nou, heb ik heb een bom gegooid. Een bom gegooid? Ja. Bij mijn buurvrouw in de tuin, want ze is communist. <laughs> dat kan niet. Nee. Nee, maar 99,9% uh, van de mensheid is. Uh, ja, één van die vier. Daar zijn ze voor, echt waar. Uh, Zo'n eenheid tussen uh, de overheid en het bedrijfsleven. Uh, you believe me, iedereen vindt het geweldig man. Ja, nee, dan moet ze samenwerking, hè? Ja, er moet goed samengewerkt worden. Wel, samenwerken vind ik erg belangrijk. Want dan uh, samenwerken tussen de overheid en het bedrijfsleven. Nou, dat uh, lijkt me prima, ja. Jan Peter Balkenende, die is dan premier van Nederland. Die loopt tegen ons te liegen over de aanslagen van 11 september. En hij heeft hij acht jaar lang tegen ons lopen liegen? En dan krijgt hij een fantastische baan bij. En je ook weer gaan werken? KPMG of Ernst Young of Deloitte Touche? Ik dacht Deloitte Touche. Dat zijn accountantskantoren zijn dat. Accountants en belastingadviseurs. Ja, natuurlijk, de, de, de eenheid tussen de overheid en het bedrijfsleven. Dus het werkt geweldig als je Jan-Peter Balkenende heet. Jan-Peter Balkenende is toch die man van de Balkenende-norm? Als je voor de overheid werkt, nou, dan is 150.000 euro per jaar netto. Dat is wel genoeg. Basis dan, he. Daarbovenop natuurlijk dat je mag declareren... En andere vergoedingen. En wat zou het tegenwoordig zijn? Ik denk. Maar die balken en de norm. Als mensen het er überhaupt aan houden, Want ze zijn er al achter gekomen dat die balken en de norm. Ja, dus, uh, er waren genoeg mensen die werkten voor de overheid. En uh, die zeiden: van, Oh, maar ik verdien veel meer hoor. Ja. Ja, ik wil dat niet zomaar kwijt. Dat vind ik niet eerlijk. Dat te richt. Ja, joh. Hey, als je binnen die club. Dat is het allemaal wel lekker geld verdienen. En tegenwoordig... Ja, ik denk dat zo iemand die dan lekker in de club zit... en daar werkt, meewerkt... Ah, die pakken toch. Per maand... moet dat tussen de 20.000 en de 30.000 euro zijn. Ja, schat ik in. Ja, die verdienen goed. Ja, dus die, die, daar komt ja, tien keer zoveel binnen als bij mij. Wat zeg ik? Nee, twintig keer zoveel. Vijfentwintig keer zoveel, zoiets. Nou, heb ik wel heel weinig. En het is dan het eigen overtuiging. En, uh, hè, dus die hoeft geen medelijden te hebben met mij. Ik vraag ook niet een extra geld, als je niet... Ik vind het wel best zo. Met van kale kippen pluk je geen veren, snap je? Als je mij geld geeft, word ik alleen maar geplukt. Daar hou ik niet van. Binnen de club is dat, ja, gaan dat soort bedragen maandelijks naar privébankrekeningen. En die mensen die vinden dat heerlijk. En wij. Uh, de 99%, uh, ja, wij zijn of voor A of voor B of voor C of voor D. Ja. Dus eigenlijk moet je zeggen dat het een heel harmonieus geheel is. Want de 1% die, die knijpt die 99% uit. En die 99% die uitgeknepen wordt, uh, die vindt het wel lekker. Die is voor. Die doet gewoon mee. Die gelooft in de 40-urige werkweek. Ja, want als we niet 40 uur per week gaan werken, nou, dan, dan vallen de Duitsers weer binnen. Dan krijg je de herhaling van de Tweede Wereldoorlog, hoor. Ja, er is niets zo mooi als iemand afhelpen van een angst die niet reëel is. Nou, iemand die bang is voor een fenomeen wat echt niet gaat plaatsvinden... Ja, die moet je als patiënt hebben. Dan kan je jarenlang kan je die persoon gaan begeleiden. En na al die jaren kan je zeggen... Nou, je hebt dan weliswaar per jaar dat ik jouw uh, angstbegeleiding deed... ter voorkoming van het effect, het fenomeen waar je zo bang voor was. Hè? Nou, dat heb ik jou jarenlang uh, beschermd en alles... En waar jij bang voor was, dat is niet gebeurd. Dus dat geld dat jij aan mij hebt besteed, nou, dat is wel besteed. Want waar jij bang voor was, dat is niet gebeurd. Nee, want die persoon was bang voor iets wat helemaal niet kon gebeuren. Dus wat is dan de ultieme oplossing? Is dat je mensen bang gaat maken voor iets wat niet kan gebeuren? Dan zijn ze er hartstikke bang voor. Dan gaan ze jou betalen om ervoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En uh, het gebeurt niet. Snap je? Dan nee, heb jij het goed gedaan. Snap je? de Bas. Dus je moet mensen bang zien te maken voor iets wat uh, niet gaat gebeuren. En heb je het altijd goed gedaan? Iets kan niet gebeuren. En jij gaat voorkomen dat iets wat niet kan gebeuren gaat gebeuren. Heb je het altijd goed gedaan? En daar vraag je dan ontzettend veel geld voor. En aan het einde van de rit ben je de held. En iedereen vindt het niet meer dan terecht dan dat je naar aanleiding van jouw goede werken beschikt over heel erg veel geld. Dus je bent stinkend rijk en iedereen vindt het nog terecht ook. Uh, neem me Al Gore. Die man is hartstikke rijk. Die heeft privévliegtuigen. Ik denk meer fouten. Uh, die vliegt niet uh, uh, met, uh, met de Transavia of uh, die andere budgetkrakers. Uh, Nee, als meneer Al Gore uh, moet gaan vertellen dat we minder moeten gaan produceren en minder moeten consumeren en uh, allemaal op een houtje moeten gaan bijten, ja, dan komt hij in een of andere uh, mooie jet. Waarschijnlijk heeft hij gewoon zelf een dat hij zegt, ja, ik moet zo vaak mensen gaan vertellen dat ze minder moeten gaan consumeren, dat, uh, ja, ik ga niet iedere keer uh, mezelf helemaal blauw betalen aan het huren van een vliegtuig, nee, dan koop ik er liever eentje. Ja, natuurlijk. Hoeveel auto's denk je dat El Gore heeft? Huh? El uh, Gore is een communist, dat je dat even weten? Hij boort tot het communisme. Maar ook coöperatisme, want El Gore heeft gewerkt voor Apple Computer en voor de overheid. Wist huh. dus je misschien niet? El Gore heeft gewerkt voor Apple Computer. Ja zeker. Die film uh, Inconvenient Truth is gemaakt met dat. Hoe heet dat ook alweer? Dat was dat filmmaakprogramma van Apple. Dat was niet iMovie, volgens mij, of wel. Maar ja, werkt niet meer. En Al Gore heeft die film trouwens helemaal niet zelf gemaakt. Daar geloof ik geen zak van. Hey, dat is het communisme, het coöperatisme, samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. Dus dit is momenteel. Iedereen vindt het geweldig. Heb je nog socialisme? En dat is dan hetzelfde als communisme. Maar dan geldt socialisme als de zachtmoedige vorm daarvan. En dat is dan ook heel goed. Mensen dus zijn heel graag socialistisch. Ja, dat is toch wel belangrijk dat we belasting betalen? Want er zijn mensen die vallen buiten de boot. En dan uh, is de overheid er om uh, een uitkering te geven. Ja. Ja, het is hier in Nederland zo dat van alle geld wat naar de overheid gaat... ...vloeit welgeteld iets minder dan 1% terug naar de mensen die buiten de boot vallen. Ja, dus... Uh... Dat is, dat is negen, meer dan 99% van het geld wat de overheid binnenkrijgt, dat circuleert binnen de overheid. Dat vloeit helemaal niet terug. Oh ja, maar dat, uh, dat is dan uh, de wegenbelasting. Ja. We betalen meer wegenbelasting dan dat er uitgegeven wordt aan het onderhoud van de wegen. Dat is ook zo'n uh, best bewaard geheim. En er worden wegen opgeknapt en wegen dingen verbeterd waar niemand op zit te wachten. Maar wordt, de poen wordt uitgegeven. Ze doen maar wat. Nee, maar wat ze gedaan hebben bij Utrecht. Ja, vind jij het leuk? Ja, ik niet hoor. Wat mij betreft had het gewoon mogen blijven zoals het was. Oh Piggy, er stonden allemaal files. Ja. Je kan de boel rondom Utrecht wel lekker laten doorstromen, maar dan gaat het elders vaststaan. Door de gemiddelde reistijd van Arnhem naar Amsterdam is al sinds jaar en dag aan het stijgen. En dan kan je de boel rondom Utrecht gaan verbreden en verleuken en verdingen, maar je verandert er geen s'nachts aan. Het antwoord is, wij moeten niet zo vaak vanuit Arnhem naar Amsterdam willen. Punt. Ja, maar in Amsterdam, daar zijn de, de huizenprijzen, ja, die, die stijgen er echt de pan uit. En als je dan in Amsterdam wil werken, nou, je kan daar niet wonen. Dan je niet te betalen. Ja, nou, is dat mijn probleem? Dan gaan die Amsterdamse bedrijven maar uh, filialen stichten hier in het oosten van het land. Nee, het is maar de vraag wat de regering doet met al dat belastinggeld wat ze maar binnenkrijgen. Onze coöperatistische regering, die dan beweert heel sociaal te zijn. En dan terug naar het socialisme. Kijk. Een samenleving dient... ...degenen die er buiten vallen... ...want dat is altijd zo... ...die mensen die, die niet te laten verhongeren. Dat is een, een samenleving die zo is... ...dat is een beestachtige, onmenselijke samenleving. Dat is een menselijke samenleving... Dient te zorgen voor degene die er buiten vallen. Daar kan je niets aan tornen. Dat... dat. Nou, het is nu. Ik heb natuurlijk maar een paar minuten voor dit praatje. Dus ik kan het nu niet helemaal gaan bewijzen. Maar dat kan je bewijzen. Dit is dus niet een. Uh, een, een culturele keuze, of een culturele stroming. Nee, hey, dat is daadwerkelijk zo. O, anders gezegd, een samenleving die degene die er buiten vallen aan hun lot overlaat... Nou, en dan heb ik het dus over iemand die er buiten valt. En niet iemand die er buiten valt. En die heeft een Zwitserse bankrekening van 500.000 kronen. Of haten of whatever. Nee, iemand die er echt buiten valt. Die dus ook geen geld heeft om toiletpapier te kopen. Echt, echt buiten vallen. Als je die mensen die er buiten vallen aan hun lot overlaat. Zo'n samenleving die, die gaat zien dat de mensen die er buiten vallen aan hun lot worden overgelaten, die gaat zien dat die mensen creperen en die mensen die dus nog productief zijn en voor zichzelf kunnen zorgen, daarmee, maar dus ook productief zijn voor het grotere geheel, die gaan de motivatie missen om hard te werken. Ze gaan nadenken over misstanden. En ze gaan denken: van well, jee, ja, die buurman van mij. Uh, dat was altijd hartstikke leuk. En uh, dat er zeker in de zomer gingen we al twee, drie keer. Uh, hadden we buurtfeest. En dan gingen, gingen we gezamenlijk barbecuen. En, uh, en een karaoke in de tuin bij hem. En, uh, en toen raakte hij zijn baan kwijt. En uh, ja, laatst was er een openbare verkoop van al zijn meubelen. En Zijn vrouw die woont weer uh, terug. Uh, ah. En hij zit bij de Albert Heijn met zijn, zijn handpalmen omhoog. Want hij is er buiten gevallen. En hij doet nou niet meer mee. En nu krijg ik een nieuwe buurman. Snap je? Dat, 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 dat werkt niet. En daarom moet er dus opvang zijn voor mensen die er buiten vallen. En dat mag je noemen sociaal gedrag of een sociale voorziening. Dus als je niet langer voor jezelf kan zorgen, dan moet jij je als mens kunnen wenden tot de sociale voorziening. En daar meld je je beleefd aan en zeg je: Goeiedag, ik kan niet langer voor mezelf zorgen. Uh, nou, ik heb hulp nodig. Zeg maar wat ik moet doen. Je moet je wel naar de regels houden, schikken. Je hebt dan eventjes niks meer te vertellen. En dan hou jij je aan de regels en er wordt er vervolgens voor jou gezorgd. Dan krijg je drie keer per dag een maaltijd. En je krijgt beschikking over een toilet en toiletpapieren. En je mag elke dag douchen. En s'avonds mag je slapen in een, uh, in een omgeving met frisse lucht. Enigszins rustig hè, zonder mensen die lopen te krijzen en met deuren lopen te slaan. Liefde op een eigen kamertje. Zodat je het gesnurk niet hoeft te horen van je buurman. Want dat houdt je uit je slaap, namelijk. Ja, dat zijn zo van die dingen. Dat hoort zo te zijn. En dan is de grote vraag: Moet de overheid dat doen? En nu laat ik een pauze vallen. Kijk, dat iemand het moet doen. Ik heb niet het hele bewijs gegeven. Dan moet ik shoppenhouden erbij pakken met uh, de wereld als wil een voorstelling. Nou, voordat ik het weet, zijn we drie weken verder. Hè? Maar het moet. Er moet een sociale instantie zijn. Mijn vraag is: moet dat de overheid zijn? Wat vind jij? Wat is jouw mening? Nou, ik vind van niet. Ja, dat is wat ik vind. Maar het moet wel. Hè? Dus ik vind wel dat er in een plek zoals Arnhem... Uh, moet er zoiets zijn als de sociale voorziening. Dat, dat vind ik... En dat moet niet een, uh, een, een marktkraam zijn die er alleen op dinsdagochtend staat. Nee, dat, dat moeten meerdere gebouwen zijn. Uh, met kelders en zolders en tuinpartijen en vijvers en oprijlanen, uh, schuren. Zeg maar. Ja, maar wie moet dat dan runnen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, niet de overheid, AUB. Dat komt omdat de overheid. Die heeft. Um, ja, de overheid heeft een functie. Een overheid moet er zijn. En wat is een overheid? Nou, een overheid is een instantie en die heeft het recht om belasting te heffen. En de mensen die wonen in de regio waar die overheid de overheid is, hebben de plicht om die belasting te betalen. Dus als we dat even zien als de overheid. Dus de overheid heeft het recht om belasting te heffen. En de mensen binnen die regio waar die overheid is, hebben de plicht om die belasting te betalen. Je mag kunnen zeggen, de overheid heeft het recht tot afpersen. Dus als je die belasting niet betaalt, dan ga je klappen krijgen. En dan word je gezien als crimineel. Dat is de overheid. Nou. Als de overheid dan dat recht. dat ze hebben om belasting te heffen. gaat gebruiken. om de sociale voorziening te betalen. Dat. Dat lijkt mij een kortsluiting geven. Want de sociale voorziening, dat dient een flexibele organisatie te zijn. Er zijn mensen die vallen buiten de samenleving op een bepaald moment. Nou, die wenden zich dan tot de sociale voorziening. Nou, die mensen willen van nature weer zelfstandig. Want binnen de sociale voorziening, als jij je wendt tot de sociale voorziening, ja, dan ben jij je, ja, je soevereiniteit, die ben je kwijt. Dan heb je het niet langer voor het kiezen. Dan heb je niet meer de keuze wat voor toiletpapier jij gebruikt om je billen af te vegen. En dan is er het algemene toilet en, en daar hangt het toiletpapier. En welk toiletpapier? Ja, daar heb jij niks over te zeggen. Nou, van die situatie wil je af natuurlijk. Op termijn. En dan wil je weer zelfstandig. Nou, als het dan echt helemaal, helemaal niet kan, ja, dat is wat anders. Maar in principe is de sociale voorziening, is dat een flexibel gebeuren waarbij je dus een toestroom hebt. En die mensen die worden dan geholpen, die worden opgevangen. En er wordt aan gewerkt dat die mensen weer naar buiten gaan en weer zelfstandig worden. En dan kan de sociale voorziening weer lekker niks gaan doen. Dus de sociale, de sociale voorziening, dat is niet een instantie waar je elke maand een budget voor moet hebben. Juist niet. Dat zou een mooie boel zijn. Maar de sociale voorziening moet wel geld hebben. Dus dat initiatief voor zo'n sociale voorziening. Dat zou moeten komen uit wat wij noemen de liefdadigheid. En van nature komt die liefdadigheid uit de kerk. Nou is de kerk momenteel in Nederland. Nou, die is niet weg. Maar die sociaal voorzienende activiteit. Die doet ze niet meer omdat de overheid erin gesprongen is. En dat is, dat is niet leuk meer. Snap je? Hetzelfde geldt voor onderwijs. Vroeger had je onderwijs en dat kwam vanuit een geloof. En dan ging je kind naar. Ja, God beter het, de katholieke school. Dat zou ik dus zelf nooit doen. Heidens. De protestante school dan, dat is al iets beter. Dan heb je gewoon een school vanuit een geloofsovertuiging met de Bijbel in de hand. En dan vanuit die doctrine, dat was dus de Bijbel. Sommige scholen heten ook zo, hè. De school met de Bijbel. Dus waar ging je kind dan school naartoe? Ja, naar de school met de Bijbel. Dus... De primaire taak van de school was om dat kind kennis te laten maken met het christelijk gedachtegoed. En daarbij kreeg het kind ook onderwijs. Maar tegenwoordig is dat allemaal allemaal weg. En nu krijgt het kind onderwijs, maar het leert niet meer rekenen. Ja, dit hoor je goed. Mijn kind heeft acht jaar lang primair onderwijs genoten, en toen ze daarmee klaar was, kon ze niet duizend gedeeld door dertien uitrekenen. Op de hand. Alleen met de rekenmachine kon ze dat, maar niet op de hand. En dat is er even de bedoeling niet, dacht ik. Ja, maar tegenwoordig heeft iedereen toch een rekenmachine, dus uh, dat is helemaal niet meer nodig dat kinderen hun hoofd kunnen rekenen. Oh nee joh? Ja ja, dus als jij over de markt loopt en dan kijk je bij die ene marktkraam wat daar de aardappelen kosten. En dan kijk je naar die andere marktkraam wat daar de aardappelen kosten. En dan pak jij je iPad en dan ga je op je rekenmachine met OpenOffice gaan je zitten rekenen. En nee, dat doe je toch uit je hoofd of niet? En dan moet je toch hoofd kunnen rekenen, uit je hoofd kunnen rekenen, moet je toch kunnen een hoofd rekenen. En dat hoort allemaal bij dat socialisme. Dat, wij hebben ervoor gekozen om die taken die horen bij de liefdadigheid. Die horen bij de kerk. Om die taken te formaliseren en onder te brengen bij, geregelde, bij een geregelde toestand met allemaal wetten en ja, reglementen en zeg het maar. Vaste budgetten. Dat is onze keuze geweest. Wij wilden dat. Daar hebben wij voor gestemd. En nu hebben we dat. En waar komt dat op neer? Nou, dat komt erop neer dat als jij hier in Arnhem een uitkering uit gaat vragen, aan gaat vragen... en je bent een Nederlander... dan wordt er naar je gekeken van wat doe je hier? Waarom heb je geen baan? En dan kan jij, euh, nou, dus je, je krijgt niet zomaar een uitkering. Dat heb ik, ik heb het even geprobeerd, even gedacht. Van nou, even kijken van, uh, hoe dat werkt. Nou, het is niet zo dat het niet werkt, maar ze zitten niet te popelen om een Nederlander een uitkering te geven. Echt niet. En als jij een beetje nog. Uh, ja, als je. Uh, door, ik ken iemand. En die heeft een uitkering sinds jaar en dag. En die hebben ze geprobeerd hem aan het werk te zetten. En die heeft gezegd, dat doe ik niet. En toen hebben ze daar nog een beetje druk op gezet. Het toen heeft hij gezegd, nou, ik doe het nog steeds niet. En toen zei ze, nou oké, nog niet. Ja. Maar ik ben niet zo. Ja, dus ik moet werken. Ja, morgen moet ik weer werken. Vind ik niet erg, dat is mijn keuze. Maar... En mensen van buitenlandse afkomst, uh, ja, die krijgen een uitkering. Want dat is allemaal zo geregeld. Hè? Dat is allemaal formeel vastgesteld. En we hebben al die regels laten creëren en een enorm stelsel gemaakt voor sociale opvang. Nou, en ik geef het je te doen om als jij buiten de boot valt, om dan binnen dat stelsel van regels nog iets van geld te krijgen. Dan ga je dan graag staan te kijken. Zo makkelijk is dat niet. En als je dan praat over hoeveel keren ze dan uit? Nou, dat is dus 1% van de staatsinkomsten wordt uitgekeerd aan bijstandsuitkeringen. 1 procent. En de rest? Ik zou het bij god niet weten. Weten ze zelf ook niet, hoor. Door hier in Nederland is het niet bekend waar de poen blijft. Echt niet. In de afgelopen paar jaar is is ergens in 2013, 2012 of zo. Ik weet het niet meer precies, maar misschien de hoge btw ging omhoog. Van 19% naar 21%. 10% btw-verhoging, hè? De inkomsten van de overheid... Want de btw is de hoofdinkomsten zo'n beetje van de overheid. De overheid gaf zichzelf even 10% erbij, hè? Hoppakee. Nou, en recentelijk is dan het, het lage BTW gestegen met 50%. Van 6 naar 9. Nou, er gaat een geld in om, jongen. Ja, het kennelijk is het geld op. Ja, Maar hoe kan dat nou? Waar is dat geld dan aan opgegaan? Dat, weet je, dat weten ze niet. Er zit een heel ministerie van Financiën. Maar ze weten niet waar het geld aan op gaat. Echt niet. Geen flauw idee hebben ze. En vinden ze dat erg bij de overheid? Nee, ben jij ja, maf. Dat vinden ze wel best. We zouden eens moeten weten waar het geld aan op gaat. Dan zouden wij gelijk zeggen: van... hé, hey, geef je het daaraan uit. Ja, maar dat is de bedoeling niet. En wat de overheid nodig zou hebben, wat wij nodig zouden hebben, is dat de overheid één administratie voert. En punt één, dat doen ze niet. Hè? Iedere ministerie, of iedere ministerie, iedere gemeentehuis, iedere provincie, dingen zeg maar. Ieder heeft zijn eigen systeem. Zijn eigen database, punt één. Dat willen we al niet. In ieder geval één administratie en de ene die werkt met uh, ja, noem eens wat met Exact bijvoorbeeld en de ander werkt met Raad en de volgende werkt nog iets met van baan en uh, dan heb je er ook en die zijn heel modern en die werken met Oracle en dan heb je ook nog uh, die zijn dan heel erg groenliegend en die werken met het Duitse product SAP en ga zo maar door uh, wereldwijd heb je Misschien 10 à 20 software pakketten waarmee je een administratie kan voeren. En dan moet je ook nog weten dat als twee gemeentes hetzelfde pakket gebruiken, dat dat niet eens inhoudt. Dat je dan die twee administraties makkelijk kan samenvoegen en dat je dan weet waar die twee gemeentes samen alles aan uitgeven. Echt niet. Nee, het enige wat we weten is dat ze iedere keer uh, hebben ze extra geld nodig hebben. Procentueel dus ook nog, hè? Dus het percentage wat er jaarlijks naar de overheid gaat, ja, dat stijgt. Het stijgt een beetje hier, het stijgt een beetje daar... en het stijgt een beetje zus. Dan wil je gewoon rustig zeggen van ja... Kijk, de gemeentebelastingen zijn met zoveel procent omhoog gegaan. Nou, dan kan de bijdrage voor de provinciale staten kan ook wel met zoveel procent omhoog. Zo rekenen ze. En dat communisme, fascisme, socialisme en corporatisme en andere zegeningen, wat dat doet, is dat het elk jaar periodiek onttrekt dat meer geld aan de samenleving. Dus, ja, op een dag is dat afgelopen natuurlijk. Ik zou niet weten waar dit uh, op, een, op een duurzame manier toe gaat leiden. De snelwegen zitten hartstikke vol met allemaal autootjes, met mensen die naar hun werk moeten. Maar wat doen ze eigenlijk de hele dag? Heel lang geleden, toen ik nog iets met economie en zo uh, in verdiepte, toen gingen er stemmen op dat je een economische activiteit niet moet meten aan. Een bruto nationaal product uitgedrukt in een valuta. Maar dat je moet kijken naar het welzijn. En het probleem daarbij was, werd gezegd, van ja, het welzijn dat is zo moeilijk vast te stellen. En nu ik wat ouder ben, denk ik van nou, dat welzijn is helemaal niet zo moeilijk vast te stellen. Dat kan eigenlijk makkelijk. Eenvoudige parameters, zoals uh, hoeveel vierkante meter woonruimte heb je. Uh, welk percentage van je inkomen moet je besteden aan... Ja, kosten waar je geen invloed op hebt. Zoals je huur en je vaste lasten en alles. Nee, ik betaal hier... Voor mijn elektra-aansluiting en mijn gasaansluiting, alleen voor die aansluiting, nou, die huur ik dan van de Nuon. Dat kost mij meer dan 50 euro in de maand. Ja, daar moet ik 5 uur voor werken. En dan voor de afname van het gas en het elektra, daar moet ik nog voor gaan betalen ook. Maar die vaste lasten, dat is zonder meer. Ik vind het best veel. Het valt me dan op, hè, dus dat nu ik dan zo weinig verdien. Ja, want ik heb periodes gehad in mijn leven en dan factureerde ik 70 euro per uur, 80 euro per uur. Ja. Dan hou je netto. 50, 60 euro per uur aan over. Als je dat slim doet. Nou, ja, dan maak je helemaal geen donder uit. Maar nu heb ik dan een inkomen. Wat dan. Dat is een, een uur inkomen. En dat is, ja, ligt meer in de lijn met wat men in Nederland zo al verdient. Ja, wel aan de lage kant, maar dan nog hè. Ja. Dan kan ik het even vanuit deze hoek bekijken en dan zie je toch een ander plaatje hoor. Dan denk ik, ja, dat communisme, socialisme en alles. Het is duur. Het is niet te betalen. Dat is wat ik ervan vind. Het is een uh ja, het is in zekere zin ziekelijk en zondig. En ja, het heeft te maken met onze goddeloosheid. Ja, terug naar dat zorgen voor een ander. Ja. Iemand valt buiten de boot, een gezin valt buiten de boot. Een... De gemeenschap moet dat opvangen. Die, die protestante samenlevingen. Zoals je die had in Staphorst bijvoorbeeld. En dat heet ook wel de Bijbelgordel. Van het, een beetje, het begint ergens onder, Rotterdam. En dan gaat er zo'n zo streek vanuit Rotterdam, zo door het Groene Hart. via Utrecht en de Veluwe En dan kom je dan bij Staphorst. En dan gaat het nog een stukje door of zo, maar dat is dan de, de Bijbelgordel. Nou, daar bij Staphorst, daar, daar hadden de mensen geen verzekeringen. En als er iets gebeurde met jou, dan uh, was dat punt één, ja, dan heette dat de wil van God. Hè? Dus je, je gaat je niet wapenen tegen de wil van God, want dat heeft geen zin. En punt twee, als dan een, noem het maar, een boer, die had een probleem en uh, er brandt een schuur af. Ja, dat was het wel heel erg. En de gemeenschap die sprong in. Ze lieten zo'n vent en zijn gezin niet barsten. De gemeenschap sprong daarin. Dus niemand hoefde een verzekering te hebben voor brand. Want als er een keer brand komt, dan word je geholpen. Kijk, dat scheelt een hele hoop geld. Hier in Arnhem heb je een verzekeringsmaatschappij die heet Ora. En jaren terug belde zo iemand van de Ora. Die belde me op en uh, ja, ik zou dan ook een verzekering af moeten sluiten bij de Ora, iets voor brand of inbraak of wat dan ook. En ik zo iets van na nou, hebben hem gezien hier. En die vrouw zo: ja, maar we hebben een heel mooi nieuw gebouw. Waarop ik dacht: van, ja. Dat hele mooie nieuwe gebouw, dat kan jij betalen. omdat iedereen een verzekering afslaat. Dus als jij vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt. en de Arnhemse grap is dan dat je dat nooit moet doen. Want Arnhem en Nijmegen zijn water en vuur. Hè? Maar je doet vanuit Arnhem iets wat je helemaal niet wilt doen. je rijdt namelijk richting Nijmegen. Maar dan kom je langs dat Ora gebouw. Ja, daar zie je waar die poen verdwijnt. Door je goddeloosheid. En dat is de straf voor onze goddeloosheid. Dat is de straf voor onze asociaalheid. Ja, die staphorstenaren die zich niet verzekerden, die hoefden zich niet te verzekeren, want zij woonden in een sociale gemeenschap. En alleen als heel staphorst af zou branden. Ja, dan zouden ze de bok zijn, maar dan zouden ze altijd nog naar een nabijgelegen dorp kunnen gaan en zeggen: Nou, ons hele dorp is afgebrand. Hè? Maar dat soort scenario's die hoef je niet uit te rekenen, want dat gebeurt niet. Maar is er dan iemand wiens boerderij afbrandt of een schuur of whatever? Ja, die wordt geholpen door de gemeenschap. Dus die mensen hoeven zich niet te verzekeren. En dat scheelt een hele hoop geld. Dan krijg je rijkdom van. Ja, maar de liefde voor geld is de bron van al het kwad. Um, nou er staat niet in de Bijbel dat je moet smijten met geld. Je moet het geld met beleid uitgeven. En als jij niet smijt met geld, dan hoef je bijvoorbeeld niet zo hard te werken. Of je kan zeggen, je kan wel hard werken, maar dan ga je duurzamer werken. Je gaat werken op een manier die veel plezieriger is voor je buren. Dus je werkt wel hard, maar ja, ja, je hoeft niet een maximale... Omzet te scoren, en je hebt ook eens tijd voor een praatje. En hè, je bent wel lekker bezig elke dag. Het hoeft niet meer zo gebuffeld te zijn. Dat is allemaal mogelijk. Maar niet binnen een systeem wat gebaseerd is op een van die vier ideeën. Van communisme, socialisme, fascisme en coöperatisme, en die andere zegeningen die erbij horen. Want dan heb je alles wat te maken heeft met de menselijkheid van je samenleving, dat heb je overgedragen aan een groep waarvan jij dan vindt dat zijn de experts en die zullen het wel gaan regelen. Dat moet je niet doen. Er was een tijdje terug, een, wel jaren terug, was er een reclame voor de Nationale Nederlanden. En dan zag je iemand in een rolstoel, en die reed met zijn rolstoel door een halfpipe dat is een Engelse term. Nederlandse, dan zijn een halve pijp. Maar dat is een constructie en die wordt gebruikt door mensen, jonge mensen vaak, en die staan op een skateboard. En dan gaan ze de gevaarlijke toeren uithalen met een skateboard in een halve pijp. Nou, en hier zag je dus zo iemand in een rolstoel. En die vloog dus met zijn rolstoel. Ja, was gefotoshopt natuurlijk. Hè. Maar het leek dan alsof hij met zijn rolstoel door een halve pijp heen ging en zwaaide die zo door de lucht in zijn rolstoel. En er stond dan bij: hij is zeker verzekerd bij de Nationale Nederlanden. Waarop ik dacht: nou, als dat zo is, dat de Nationale Nederlanden als verzekeringsmaatschappij zulke idioten. Die in een rolstoel zitten en dat soort gevaarlijke capriolen uit gaan halen. en die krijgen dan volop vergoed uit de grote pot. Nou, dan wil ik niet bij de Nationale Nederlander verzekerd zijn. Tuurlijk niet. Door het eerste wat je verwacht van iemand in een rolstoel. is dat hij daar een beetje voorzichtig mee omgaat. en dat hij, punt één, zijn rolstoel niet kapot maakt. en punt twee, rekening houdt met het feit dat hij in een rolstoel zit. Kijk, dat iemand van 18 op een skateboard allemaal gevaarlijke dingen gaat doen, dat hoort bij de jeugd. Maar iemand in een rolstoel, die moet beter weten hoor. En mensen die dat doen, die moeten gewoon niet bij de verzekeringsmaatschappij mogen. Want die doen gevaarlijke dingen. En een nationale Nederlander is dan een verzekeringsmaatschappij voor mensen die met opzet hele gevaarlijke dingen doen. Ja, die, die hebben dus ook een hele hoge premie, mag ik aannemen. Snap je? Nou, ja, en wat hebben we dan nou nu? Ja, nu is het alles is maar verplicht verzekerd. Je auto is verplicht verzekerd. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is ver verplicht. Het geen inhoud dat je ja, rustig kan gaan botsen met je auto. Want de verzekering betaalt wel. Ja, dat werkt uh, risicovol gedrag in de hand. Dat is wat het doet. Dat communisme, corporatisme, fascisme, socialisme en andere zegeningen. Denk er maar eens goed over na. De, 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 waarschijnlijk is wat ik nu vertel zo schokkend voor je... Uh, vooral natuurlijk dat ik me ook nog kom met. Uh, dat je vroeger zoiets had als. Uh, met de Bijbel in de hand komt men door het ganse land. De Bijbel is een volksmoraal namelijk. Uh, of je nou gelooft of God een baard heeft. of dat hij zich iedere dag scheert met een filecheef. Uh, dat zijn uh, theosofische kwesties. Huh? Maar de moraal die daar staat. in de Bijbel. Die moraal wil je onder het volk. Die mensen in Staphorst die zich niet hoefden te verzekeren, want de samenleving was de verze verzekering. Kijk, die mensen die zijn lekker bezig en hadden de Bijbel. En dat is geen toeval. Snap je? En dat wordt denk ik moeilijk om dat helemaal weer terug te gaan vinden hier in Nederland. Ja, dat is denk ik best wel moeilijk, ja. En misschien dat dat. Uh ja, misschien dat het toch kan. Dat moet je niet uitsluiten. Wat je zeker weet is als wij volhouden op deze weg door het allemaal maar over te dragen aan een stelletje mensen die we helemaal niet kennen en die met diploma's op zak het wel even gaan regelen voor ons, dat is killing. Heel langzaam worden wij uh, gekookt, net als een kikker die in eerste instantie denkt van, hmm, dat is best lekker warm water. En op zijn hamburgers <laughs> zeg ik tjus en dag lievelingen.